Vannacht rond 1 uur kregen wij een melding van een steekincident in een woning aan de Robijnstraat in Alphen aan de Rijn. Hierbij is een 16-jarige jongen uit Amsterdam om het leven gekomen. Twee andere mensen raakten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis en aan hun verwondingen behandeld. Het gaat hier om een 19-jarige jongen uit Amsterdam en een 53-jarige vrouw uit Alphen aan de Rijn. Zij zijn op dit moment buiten levensgevaar. En wat kunt u vertellen over de verdachte? Is die al aangehouden? We hebben een 18-jarige jongen uit Alfa aan de Rijn aangehouden in de woning aan de Robijnstraat. Wat is de relatie van de verdachte met de slachtoffers? Op dit moment doet de recherche volop onderzoek naar de oorzaak. Het is nog niet duidelijk waarom de verdachte de slachtoffers heeft neergestoken. Wel weten we dat het heeft plaatsvonden binnen familiaire sferen.